Op 2 oktober is de nieuwe CAO afgesloten bij IKEA. De belangrijkste afspraken zijn een loonsverhoging, pensioen en protocolafspraken. In deze animatie leggen we uit hoe het zit. Allereerst de loonsverhoging. Die is voor iedereen 2,8%. En hoe beter je beoordeling, hoe hoger de loonsverhoging. Voor 95% van de medewerkers is dit 3%. De afspraken over het pensioen gelden voor 1 jaar. De pensioenpremie blijft gelijk. Het opbouwpercentage gaat omlaag. Dit houdt in dat je komend jaar iets minder pensioen opbouwt, maar wel dezelfde premie betaalt. Zolang de CAO loopt, gaan we in werkgroepen aan de slag met de duurzame inzetbaarheid en roosterprotocollen. Ook jij kan hierover meepraten. Je krijgt meer invloed op je rooster, beschikbaarheid, werk-privébalans, hulpmiddelen waarmee je werkt te verbeteren. Er komen afspraken over duurzame inzetbaarheid en meer keuze in de arbeidsvoorwaarden. Ook worden de stagevergoedingen naar boven gelijk getrokken. Heb je recht op een maaltijd als je tot na 6 uur 's avonds wordt ingeroosterd? En kunnen actieve FNV-leden weer in hun werktijd vakbondswerk doen? Help jij ook om een gezonde balans te vinden tussen IKEA en FNV? Word lid. FNV is een onafhankelijke vakbond. Samen zorgen we voor goede arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden.